Dan is het nu tijd om te gaan kijken wat er gebeurt aan de andere kant van het schilderij. Er is een schedel van haar gemaakt met bloed. Alidoro is ook verdwenen. Ik kan niet investigeren. Zij zijn toch door het schilderij, ben ik nog gek? Of moet ik naar boven? Oh nee, we moesten een koord spelen op de piano, dat was het. Play a certain skill, ja. Maar ja, ik denk als die Lady Antonia dit weet en er is bloed op getekend, dan zullen er meer mensen zijn die dit weten, denk ik. Schilderijen, spullen, een pan. Een hendel. Het is een lift. Maar een lift naar waar? Naar een laadscherm. En naar vreemde blauwe grot. En een save point. Relic of Trismegistus. Daar had hij een superfan van Alidoro het over. Over de Relic of Trismegistus. Dark Moon, Moonstone of the Covenant. Dat was een zwaard upgrade. Maar daar moest ik er twee van hebben. Relic of Trismegistus. Die Alidoro superfan, die had het daarover. Who would have guessed all this was beneath the hotel? Wait. Is this the Relic of Trismegistus? You know, it's the strangest feeling. I think I've been here before. Maybe I haven't gotten all my memories back after all. I don't know exactly what's going on, but someone was dragged away from here. We have to follow. Hurry! Germany is hier eerder geweest, zegt. Zijn er ook twee vlinders? Die droppen. Ah, een full moonstone of the covenant. Ik had ook nog een techniek crank op dat wapen moeten gooien. Daar staat een zombie. Hier is ook een kistje. Nog een vlinder. Dat is een doorgang. Ja, ik wil even kijken wat het voor kistje is. Jezus, er komt iets door de muur. Een soort van conducteurpop, maar dan groot. Liggen. Iron Wall Amulet. Klinkt effectief. Even kijken wat het is en wat het doet. Iron Wall Amulet. Is weer een nieuwe namelijk. Increases physical damage reduction rate. Krijg ik minder damage. Op zich wel handig. Het is Alidoro die daar staat. Met die zeis op zijn rug. Cursed Knight's Halberd. Een hellebaard. Het is Alidoro die er staat met het ding op zijn rug. Ik dacht dat er een zombie stond. Een kleine mijnwerker.
Oh, dat is een trap, die had ik niet gezien. Die had ik ook niet gezien. Oh, hij had nog een stuipje. Het is Alidoro die daar staat verderop. Deze heb ik net gekild. Hier kwam die uit. Daar is een grote man. Ik kan hier maar weer... Nee, ik kan twee kanten op. Hé, hey, daar is weer zo'n telefoon. Telefoon in de grond. Soon this little dance of ours will come to an end. No one's ever danced longer, I promise, my friend. Will you stay with me too and face whatever is coming? For today's a new day, and we have to keep running. I knew that you would, and I find that refreshing. So, the King of Riddles will now hear your reveal one's true guilt. True confessions of blood being spilt. What a rare man. This one's black and white. A no or a yes. Is Geppetto's creation a killer? Confess. Ja, we moeten altijd liegen. We moeten altijd liegen. Nee, we zijn geen killer. Arlecchino, the King of Riddles. King of Riddles Surprise Box. En wat kan ik daarmee? A box gifted by the King of Riddles. Use. Wat kan ik daarmee? Ik krijg DK. En ik krijg... The Chosen One's Trinity Key. The Chosen One's Trinity Key. Het klinkt wel fancy. Drie keer misblokken, alles goed. The Chosen One's Trinity Key. Die boeren. Daar beneden liep nog een grote man. Ik had verwacht dat dit in zou storten. Ik loop weer in een trap. Oh ja.
Lekker opzichtige trap is het ook. Maar niet voor Toomix, want die had het weer niet gezien. Ik kan waarschijnlijk die jump maken, maar er is daar een groot beest en een soort van rare hondachtige. Ik kan mezelf hier laten vallen, dan kom ik bij een kistje en ook bij die grote man. Ja, ik moet die fight denk ik toch aan. Dan doen we dat maar. Uitkijken dat ik niet die hondachtige ook op me afkrijg. Ja, kom maar. Die hond loopt nog maar even deze kant op. Oh, dat was twee keer slaan. Even kijken, wat voor kist bewaakt deze man? Misschien nog wel een quartz, altijd handig. Een Legion caliber, dat kan ik verkopen voor 3000. Daar is een boss fight. Daar is een boss fight. Nou, in dat geval ga ik eerst nog even kijken wat er dan boven is. Als daar een bossfight is, er is niks meer boven. Nee, hier liggen nog twee items, maar er is daar een bossfight. Waar ik dan blijkbaar nog doorheen moet. Een half moonstone. Voordat ik bij Alidoro kan komen. Wat raar. Ik dacht toch zeker te weten dat ik Alidoro zag staan. Want hier kom ik vandaan. Ik ga niet met vier flesjes een bossfight in. Daar is Alidoro. Kan ik mezelf niet hier laten vallen? Nee. Hier kan ik niet doorheen. Ik kan mezelf niet hier laten vallen. Daar lijkt Alidoro te staan. Hier ben ik geweest. Hier kan ik niet heen. Daar kom ik vandaan. Nee, hier kom ik vandaan. Ja. Oh, wat raar. Toch maar even wat flesjes replenishen dan. En dan... Hier is een hele basis. Daar ga ik me niet laten vallen. Dat lijkt me wel duidelijk. En hier gebeurt. Hier is je save point. En dan maken we hier even een checkpoint van ook. We zijn nu inmiddels beneden. Ik ga toch even mijn wapens nog even respecken. Even nog een techniek module erop zetten. Voor mocht ik van wapen moeten wisselen in de fight. Dat ik dan die module heb. Even kijken. No matter what, thanks sir, welcome. Kijk, ik kan hem natuurlijk ook nog die Legion caliber verkopen. Die een hoop waard is.
Full Moonstone of the Covenant. Ja, die heb ik inderdaad nodig om mijn wapen te upgraden. Vivid Ergo Crystal. 7000. Dat is genoeg voor een level up. Eerst even met het wapen. You're here. In de weer. Upgrade weapon. Full Moonstone. 1 van de 2. Deze wilde ik niet upgraden, maar die wilde ik alteren. Want ik wil hem op techniek in gaan zetten. En deze staat al op techniek. Ja, ik wil eigenlijk nog 1 Full Moonstone of the Covenant moet ik dan hebben. Om die saber ook up te graden, maar dat is geen... die verkoopt hij niet, hè. Nee, hij verkoopt alleen die andere. Half Moonstones. Hij verkoopt geen Covenant Stones. Ja, eentje. Maar die heb ik al gekocht. En gebruikt. Pulcinella. Jij hebt misschien nog een Full Moonstone of the Covenant? You have my personal thanks for saving. Ik koop er nog maar eentje. Benini, sir. Do look after him, won't you, sir? At the house of Benini. Verkoopt hij ook niet, nee. Die verkoopt hij ook niet. Venini zelf nog iets in de aanbieding? I always welcome. Nee, alleen de grindstones. Ja, dan is dat toch wat het is. Whatever choice you make. Zij kan mij nog 1 leveltje geven. Ja, dan heb ik alles op 30. En dan moeten we er toch aan geloven. Er is daar dus een boss fight in die kelder. En daar gaan wij naartoe. In de volgende video. We hebben de kelder gevonden. En dan gaan wij de volgende video kijken wat het voor boss fight is. Wat we daar kunnen verwachten. Ik weet het eigenlijk niet. We gaan het zien. Graag tot dan.